Yo mensen, ik ben Sven, welkom weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik voor jullie de volledige Easter Egg tutorial van Die Machine, de eerste Call of Duty Black Ops Cold War Zombies map. Mocht je deze video leuk vinden, druk dan op het duimpje omhoog. Laat zeker een reactie achter als je de Easter Egg hebt gehaald en of je deze map ook een beetje leuk vindt. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan, zodat je geen video mist. Dat helpt mij enorm om te groeien als kanaal natuurlijk. En laten we dan maar gewoon beginnen met de Easter Egg van Die Machine. De eerste stap wat je moet gaan doen om de Easter Egg te beginnen is de Pack-a-Punch openen nadat je de power hebt aangezet. Voor de mensen die niet weten hoe dat moet, je zet de power aan, je doet die terminals aan en dan komt er een anomaly. In die anomaly ga je en dan ga je via zo'n fast travel tunnel, zoals je mij hier ook ziet doen op het beeld. Ga je naar beneden, dan draai je om en dan ligt daar het machinepart en die gooi je dan op de Pack-a-Punch. Dan heb je de Pack-a-Punch geopend en dan spant er ergens in de map gaat een anomaly spannen opnieuw. En in deze anomaly kan je gelijk beginnen met het maken van de Etherscope die je nodig hebt voor de Easter Egg. Etherscope, er liggen 3 parts rond de map. Ze zijn altijd in een random volgorde. En je kan het gewoon in 1 anomaly doen. De eerste is hier, vlakbij de Pack-a-Punch, ligt hij daar in een hoekje. Het tweede part van de Etherscope kan je vinden in de spawn room. Die is hier. Pakt hem gewoon op. 2 van de 3 parts. En het laatste part van de Etherscope is hier op een vliegtuig. Zit hij hier een beetje te chillen. Wanneer je alle 3 de parts hebt opgepakt, ga je naar beneden, weer bij de Pack-a-Punch. Daar zit een crafting bench en dan maak jij de Etherscope heel makkelijk. Deze gaan we nodig hebben later voor de Easter Egg. Wanneer je de Etherscope hebt gemaakt, spant er nog een anomaly. Die spant bij Speed Cola in de buurt. Je gaat daarin, gewoon weer met vierkantje en dan... spant er een diary, dus een dagboek, spant hier bij de computer, zoals je hier zo ook gezien. We gaan even door de anomaly heen, duurt even. En dan hier op het randje ligt een dagboek. Dit dagboek pak je op en daarmee ga je anomalies zoeken. Ze zijn altijd op dezelfde plaatsen hier met vierkantje en dan review je, laat je een geest zien. Die geef je dagboek en dan ga je verder naar de volgende geest. Kan ook gewoon allemaal weer in 1 anomaly. Dit is heel simpel om te doen. De tweede is hier waar die trial kan doen, weet je wel. En dat reward station zit die hier altijd op dezelfde plek. Druk gewoon weer vierkantje en geeft hem die diary en dan ga je door naar de derde en laatste ghost. In deze anomaly kan je gewoon allemaal in 1 anomaly snel doen. En die is hier waar je de Etherscope hebt gemaakt. Heel simpel dus. Geef er gewoon weer het dagboek. En dan moet je wachten totdat je terug geteleporteerd wordt naar de normale wereld. Wanneer je weer terug bent in de normale wereld, ga je naar de weer bij Speed Cola bij dat computertje. Je drukt vierkantje en dan voer je het wachtwoord in. En dan kan je doorgaan naar de volgende stap van de Easter Egg. En dat is namelijk dat je de wonderwapens moet gaan maken. Je moet alle 4 de upgrades hebben. Weet je nou niet hoe dit moet, heb ik een aparte video ervoor. Ik kon het niet allemaal in 1 video doen, want het anders een veel te lange video werd. In ieder geval, als je alle 4 de wonderwapens hebt, schiet je met elk soort van de wonderwapens. Schiet je op de juiste soort van knop is het. Een handel. Hoe je het ook wil noemen. Je schiet erop en die flikt dan omhoog. En dan doe je zo met alle 4. Dus de electric, de ice. Ik doe het nu met de gas. Schiet je er gewoon op. En als laatste met de vuur upgrade. Schiet je op die laatste hendel. En dan zijn ze allemaal omhoog. Haalt niet uit welke volgorde je dat doet. Wanneer je dat hebt gedaan, spant er een anomaly. Zoals je ook zag. Weer bij Speed Cola. Je gaat weer in die anomaly. En dan is er zeg maar weer een spectrum kan je opdrukken. Hier ook altijd op dezelfde plek, die anomaly. Dan zie je een cutscene van Duitse soldaten. Laat die cutscene gewoon afspelen. En uiteindelijk word je terug geteleporteerd weer in de normale wereld. En blijf dan staan, want dan zie je een range liggen. Een moersleutel heet het volgens mij in het Nederlands. Die pak je op. Deze moersleutel loop je mee naar spawn. Trouwens wel zo snel mogelijk wegrennen. Je loopt naar spawn, je klopt 3 keer op deze tank met die wrench, dan wordt er een zombie wakker. Die zombie klimt uit de tank, ja, je hit die zombie of killt die zombie wat jij wil. En vervolgens gooi je een Semtex tegen die deksel aan van die tank. Die tank schiet vervolgens een soort balvormig ding, schiet die uit de boom.
deze bal pak je gewoon op. En die loop je weer naar de speedcola ruimte, die server ruimte. Wanneer je dat hebt gedaan, stop je hem hierin en dan is de machine gepowered. Vervolgens heb jij een boss zombie nodig. Die spannen gewoon elke 4 rondes vanaf ronde 8 of zo. Zorg dat je een boss zombie hebt en zorg dat je hem zeg maar splitst in tweeën. Voor de mensen die niet weten wat die boss is. Het is eerst een grote, maar je moet hem zeg maar splitsen in tweeën. Dat is best wel duidelijk, dat heb ik onderhand al gezegd. Wanneer die in tweeën is, lok je hem naar die speedcola ruimte. Ik weet niet wat ik nu ga doen. Volgens mij ga ik dat nu doen in de gameplay. Ja, je lokt ze naar de speedcola ruimte en je lokt ze onder dat apparaat. En dan wordt hij er zeg maar ingezogen. Zoals je hier ziet, gaat de eerste van de twee. Je moet allebei die boss zombies hebben. Hier doe ik ook de tweede erin. En dan zit hij vol met twee van die boss zombies. Vervolgens moeten alle spelers in je game moeten in deze ruimte. En dan word je soort in een lockdown gegooid. En dan zie je weer een soort cutscene. Waarin die boss zombies samenvoegen tot één normaal mens. Een oude Duitse soldaat die je uiteindelijk gaat helpen in de Easter egg. Je kijkt gewoon even die cutscene en uiteindelijk loopt die knakker weg en doet hij alle licht uit omdat hij soort bang is. Hij schaamt zich of zo. Rent zo snel mogelijk naar boven, want er spannen heel veel boszombies en zo. En ja, je wil niet hier beneden in die bunker vast komen te zitten en doodgaan. Dat wil natuurlijk niemand. Als je dat hebt gedaan, moet je je voor gaan bereiden op de bossfight. Wat ik aanraad voor de bossfight is het wonderwapen allemaal als dat kan. En deze shotgun die kan je kopen bij bij het vliegtuig vlakbij Juggernaut, daar hangt hij aan de muur. Vervolgens ga je in de anomaly in Nacht der Untote op de begaande grond. En ga je hier in het hoekje, druk je weer op vierkantje. Dan komt er weer een geest tevoorschijn en dan zie je een cutscene. Kijk die cutscene af, want zodra je eruit komt, zie je een foto liggen. En als je die foto oppakt, word je in de bossfight gegooid, zoals wij nu ook gaan doen. Dan ga ik jullie wat tips geven over de bossfight. De bossfight heeft 3 fases waarin je die Orlay of zo heet die, Orlov, zo heet hij volgens mij, moet je gaan beschermen terwijl hij de machine gaat saboteren en kapot gaat maken. Hij probeert je eigenlijk te helpen om die machine op te blazen. Je moet hem beschermen. Er komen in de tussentijd heel veel zombies, heel veel dogs en heel veel bosses. Wat ik aanraad dus is om het wonderwapen te hebben, 6 perks te hebben, gewoon goed gepackpunched. En dan moet het in principe wel goed te doen zijn. Kijk, als je moet hem gewoon goed beschermen. Zoals ik hier ook doe. Want anders, dan stopt hij met saboteren van die machine. Maar zoals je hier ook ziet, kill die boss zombies echt heel erg snel met de ijs upgrade en de electric upgrade. Dus dan rach je zo door die bosses heen. Wat ik wel aanraad is om die bosses als eerste te focussen. Als jij het wonderwapen hebt. Meerdere mensen kunnen hem natuurlijk hebben. Maar ik zal, als je het wonderwapen hebt in mijn game, had ik hem bijvoorbeeld alleen. Dan focus die bosses gewoon. Dan gaat het gewoon een stuk makkelijker. Nadat hij alle 3 de fases heeft gedaan. Hij is nu bij ons bij fase 2. Hij moet 3 plekken saboteren. Maar als hij uiteindelijk alle 3 de fases heeft gedaan, dan krijg je een wit licht te zien. Wat zometeen ook wel in beeld komt. Zoals je hier ziet, het waren wij ook niet echt lekker aan het focussen op onze maat die je moet protecten. Dus dat raad ik zeker wel aan. En als jij hier ook die boss zombies killt, die droppen ook heel veel ammo. Dus heb je eigenlijk een limited ammo voor je wonderwapen. Kan je gewoon lekker sprayen op de zombies. En dan is het uiteindelijk wel goed te doen. Hier zie je dat we dat witte licht krijgen. Dat betekent dat je het gehaald hebt. Dan zegt hij nog een paar laatste woorden. En hij zegt, ga maar weg zonder mij. Ik offer mezelf op of zoiets, zegt hij. En boven op de map komt er dan een chopper die beschikbaar is, waardoor je de Easter egg voltooit. Maar eerst moet je nog gaan rennen en komen er allemaal zombies op jouw pad. En het is ook belangrijk dat je de blauwe bliksem niet aanraakt, want dan ben je in één keer dood. Dus volg mijn pad gewoon. Je gaat hier doorheen. Je springt er dan overheen, klimt over dit hekje en dan ren je naar buiten. Ik moet hier nog even wachten op mijn teamgenoot in deze game. Dan rennen we hier samen naar buiten en dan loop je naar boven. Zoals je ziet komen er echt
tering van zombies. Dus kan het hectisch worden. Je hebt ook maar 1 minuut of zo, 1 minuut 20 om die chopper te bereiken. Loop hier eromheen en dan kom je bij de chopper. En dan heb je de easter egg voltooid best redelijk te doen. Er is helaas nog geen cutscene. Hopelijk is dat wel bij de DLC's. Maar ja, dit is een prima intro van de map natuurlijk. Allereerste zombie map. Mocht je van deze video hebben genoten, druk dan op het duimpje omhoog. Laat zeker een comment achter of jij de easter egg al hebt gehaald. En of je deze map leuk vindt. Abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. En zeg voor nu, later mensen, tot de volgende video.